kijken naar de inkomenselasticiteit en dit geeft aan. Dit geeft aan. Hoeveel procent de vraag. Hoeveel procent de vraag zal veranderen. Als het inkomen met 1% verandert. Dus de inkomenselasticiteit geeft aan hoeveel procent de vraag zal veranderen als het inkomen met 1% verandert. Nou, de verandering van het inkomen is de oorzaak. Dus de inkomensverandering is de oorzaak. En de verandering van de vraag is het gevolg. En we hebben daar ook een formule bij. En die ziet er als volgt uit. De elasticiteit van het inkomen kun je berekenen door de procentuele verandering van de vraag boven de streep te zetten. En onder de streep de procentuele verandering van het inkomen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je nieuw min oud gedeeld door oud maal 100 van de vraag doet. En onder de streep nieuw min oud gedeeld door oud maal 100 van het inkomen. En dan bereken je de inkomenselasticiteit. Nou, afhankelijk van de uitkomst van de berekening kun je uitspraken doen over wat voor soort goederen het zijn. En daar heb ik een schema voor. Dat ziet er zo uit. En op basis van je antwoord kun je dan aangeven of het bij negativiteit en positiviteit. Als het een negatieve uitkomst is, is het een inferieur goed. En dat wil zeggen, naarmate je inkomen stijgt, ga je minder van dergelijke producten kopen. Als het product een positieve elasticiteit heeft tussen 0 en plus 1, dan spreken we van een primair goed. Oftewel een noodzakelijk goed. En als de elasticiteit positief is en hij is groter dan 0, dan spreken we van een luxe product. En dat zijn de enige mogelijkheden die je hebt bij de inkomenselasticiteit. En alle positieve goederen worden samen ook wel eens normale goederen genoemd. Maar dat is niet direct onderscheidend, dus je moet altijd primair of luxe kiezen. Normale goederen wil zeggen inkomen omhoog, vraag omhoog of inkomen omlaag, vraag omlaag. Goed, eerst een korte herhaling en dan gaan we een beetje oefenen. De inkomenselasticiteit geeft aan hoeveel procent de vraag zal veranderen als het inkomen met 1% verandert. Nou, daar hoort een formule bij. Procentuele verandering van de vraag gedeeld door de procentuele verandering van het inkomen. En op basis van de uitkomst, negatief wil automatisch zeggen inferieur. Als de elasticiteit positief is en hij ligt tussen 0 en 1, spreken we van een primair of een noodzakelijk goed. En als het positief is en groter dan 1, is het een luxe product. En alle antwoorden met een positieve elasticiteit zijn normale goederen. En dat wil zeggen, als het inkomen omhoog gaat, gaat de vraag omhoog of andersom. Als het inkomen omlaag gaat, gaat de vraag omlaag. Dan heb ik hier wat oefensommen. Voorbeeld 1.
Het inkomen oud is 1000. Bij 1000 worden er 100 producten verkocht. En het nieuwe inkomen is 1100. En dan worden er 95 producten verkocht. Nou, de procentuele verandering van de vraag is, nou, dat kun je zo zien. Dat is 5%. Een afname van 5%. Het inkomen, nieuw min oud gedeelte, oud maal 100. Dat levert op plus 10%. En dan kom je uit op min een half. En omdat het een negatieve inkomenselasticiteit heeft, is het dus een inferieur goed. En dat wil zeggen een minderwaardig product. Als je inkomen stijgt, wat ook gebeurt, ga je het minder kopen. Hier voorbeeld 2, inkomen stijgt en de vraag neemt ook toe. Nou, als ik kijk naar de verandering van de vraag, nieuw min oud gedeelte oud maal 100, kom ik op een toename van 50%. Het inkomen is nieuw min oud gedeelte oud maal 100, 10% gestegen. Ik kom op een positief getal uit en de inkomenselasticiteit is plus 5. Nou, dat is groter dan plus 1, dus gaat het hier om een luxe product. En dat is alles over de inkomenselasticiteit.